Are you guys nervous for the upcoming interviews? This is a pre-test, huh? Right? Actually, a little bit nervous. Yeah. Because we don't know much questions about what's coming up. Eens kijken hoe deze avonden zijn. Ik had er veel over gelezen en gezien op Twitter. Maar ik was er nog niet geweest. Dus... Ik ben heel benieuwd waar het vanavond over gaat en hoe dat anders moet en kan eigenlijk. Gewoon waanzinnig interessant iedere keer. Wel wat Maggie zei over de glocalisering, dus het globale en het wel terug naar lokaal, dat vind ik wel interessant. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken hoe kan je naar elkaar toe groeien. In plaats van wat ik wel merk is dat je heel gauw praat in wij en zij en hoe gaat het dan. En ik ben meer voor ons. En dan is er niet een oost en west, maar is er gewoon met elkaar. Dat je kan overal tegenaan botsen en zeggen van, nou kijk mij. Maar je kunt ook zeggen van, goh, wat hebben jullie te brengen? Wat kan ik van je leren? Could you understand a little bit what was been talked about before? Or you were just totally blank or you just listening to Dutch and you're like, I don't know what it's about? We're trying to understand, we're trying to grasp as much as we can understand. From maybe 20%. But one very deep impression is one of them repeat China, China, China so many times, probably over 50 times, and that's the part I understand. Denk je dat inderdaad een soort van machtsverschuiving of een handelsverschuiving komt, of is dat nog echt heel ver weg? Ik denk dat dat dichterbij is dan wij denken. Of het verschuift, daar heb ik eigenlijk helemaal geen idee bij gehad. Maar het voelt nog voor heel veel mensen denk ik als een ver van mijn bedshow, zeg maar. Wittenberg is like a big family. Like, it's a school, everybody is close to each other, staffs and students. And Maggie, she's like, as she said, she's a boss. She's a boss, but she doesn't act like a boss at all. She's like a friend to us. We talk like under the daily basis. She makes jokes to us, we love, we make jokes to her, we love. She's very, very close to us. En zou het erg zijn als dingen verschuiven, of is verandering dan ook misschien wel goed? Ik denk dat verandering altijd goed is. It's not a lot of universities where the CEO knows most of the students' names either. So. About 600, I mean. Yeah, it's a lot. It's a lot. Okay. Dus ik denk ook heel goed is voor Europa dat ze nieuwe inzichten krijgen. Dat de oogkleppen wat wij er open gaan staan. En ik denk dat het alleen maar goed is dat we steeds meer bewust zijn van dat er om ons heen nog veel meer is dan wat er alleen in Europa is.